Goedemorgen, vandaag is weer een nieuwe dag. En vandaag ga ik naar een huwelijk. Maar ik ga niet zomaar naar een huwelijk om erbij te zijn. Maar ik ga vandaag fotograferen op een huwelijk. Samen met een hele goede vriendin van mij. En zij is de fotograaf en ik ga een beetje assisteren, zeg maar. Maar hier en daar ga ik ook mijn eigen foto's een beetje maken voor mijn portfolio. En ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het wel heel spannend, want een huwelijk is natuurlijk niet zomaar iets. Ik heb nog nooit op een huwelijk gefotografeerd. Dus het is wel spannend, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ja, ik ben benieuwd. Hoi, ik ben net naar de winkel geweest. Ik ben nu op de bus aan het wachten. Maar het duurt nog 9 minuten, dus ik ben best wel op tijd. En de zon schijnt in mijn ogen, sorry. Maar volgens mij zie ik er echt niet uit. Want ik heb mijn jas gewoon over mijn blazer aan. Dus volgens mij kreukt mijn blazer echt helemaal onder mijn jas. En ik ben verkouden en ik heb echt niet. Ik zie er echt niet op mijn best uit voor een bruiloft. Maar goed, we zullen zien. Ik zei niet doei. Hoi. Ze is aan het vloggen. Hoi. Hoi. Dat is Alvira. Hallo. Oh, ik denk je maakt een foto. Nee hoor. Aan het filmen. Hoi. Melina deed ik ook niet. Nou, we zijn nu onderweg naar de volgende locatie. We hebben net wat foto's gemaakt bij de opening achter waar mensen wat konden drinken. En even wat eten in het Key Hotel. En we waren al bij aankomst. Liepen door de verkeerde deur. En toen liepen zomaar een woonkamer binnen van mensen. En we zagen ineens konijnen ook. Toen dachten we, dat is niet goed. Maar ja, hè, daar hebben we ook weer overleefd. Ja, daarom. Dus nu gaan we op naar de volgende locatie. Volgens mij daar in dat grote gebouw. En benieuwd hoe het daar is. Hallo, ik ben Alvira. En ik ga vandaag vloggen voor Daisy. Daisy is bezig met fotograferen. Toch Daisy? Ja. En Melina ook. We zijn in het mooie Mensingen. Nee. Ja? Kan het klepje er toch altijd. Het vloggen voor Daisy. Nee hoor. Nee? Nee. Oh, het is mooi. Hallo. Filmt hij al? Sfeerimpressie van deze mooie dag. Dennis, als je praat moet je hem naar jezelf houden. Ik moet hem naar mezelf houden als ik praat. Nou, hallo. Mooie sfeerimpressie van deze dag. Ja, ik moet even. Oh, hier. Ja, van hoi, hoe is het met jou? Ja, goed. Hoi. Wat ga jij vandaag nog doen? Ik kwam vuurwerk dan? Ja, we gaan zuipen zo. Wat ga je even drinken? Ja. Fristie. Fristie, ja. Kom maar hoor. Ja, kom mee. Ja. Bonnie, hou jij mijn tosjes? Hoi. Hier gaan de ooievaars even broeden. Dit zijn ooievaars. Joe. Daisy. Ik heb het aangesneden. Je moet in de trap omhoog en dan moet je nog een keer de trap omhoog. Hé? Au, hier is het.
We hebben even een korte pauze. Nou, eigenlijk niet kort, maar best wel lang. Oké, het is nu zometeen tijd om te eten. De gasten zitten allemaal al klaar om te gaan eten en wij krijgen straks ook wat eten. Dus nu kunnen we even rustig aan doen. dus dat is wel fijn. Maar het verloopt verder goed vandaag en ja, het is oké. Zo meteen even naar de wc om make-up uit te werken. Hey. Ons eten is er, dus we kunnen eten. Ik heb een witvis, ik weet niet wat voor vis precies, met tagliatelle. En Melina heeft een vegetarisch gerecht met een gevulde paprika en asperges erbij, een beetje bloemkool en iets wat we niet weten wat het is. Wits. Dus. Ik ga foto van je maken. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wij hebben het gegeten, dus nu hebben wij een beetje ja, pauze, want de rest heeft allemaal 5 gangen nu of zo. De gasten en het bruidspaar. Ja, wij maar 1. Dus wij hebben nog heel veel tijd over, want om 9:30 begint pas het volgende onderdeel en het is nu 20:40. 20:08, dus we hebben nog best een behoorlijke tijd. En we hebben ook nog best wat trek. Maar we zijn nu dus even op kermis hier in Rode. Want er is een kermis hier, dus die gaan we even kijken. We zijn nu al 1.5 uur aan het wachten en we moeten nog 1 uur wachten. En ze hebben hier een paar nootjes en dingen neergezet. En dat is op trek hebben, pakken we stiekem wat nootjes. Maar ja, we hebben gewoon heel erg honger en het duurt best wel lang. Dus hopelijk komen ze zo meteen snel. Zijn ze eerder klaar of zo? En kunnen we normaal ook even iets drinken of zo? Het is wel echt een hele mooie locatie. Het ziet er super mooi uit. En het eten. Oh, dat geeft niks. Het begint ook al iets te schemeren, dus mijn beeld wordt wat slechter, sorry. Ze hebben zelfs nog brood neergezet voor zometeen, voor de gasten. Maar de gasten hebben 5 gangen niet, dus ik neem aan dat ze niet heel veel honger meer hebben, maar... Er wordt hier wel goed voor ze gezorgd en het ziet er heel mooi uit. Ik ben nu net weer thuis en ik ben echt meteen mijn bed ingekropen, want het was echt een hele lange dag. Het was een hele leuke dag, een gezellige dag en mooi om mee te maken. Het huwelijk en het was gewoon heel gezellig met mijn vriendin Melina om de hele dag samen door te brengen. Maar het is wel slopend, zeg maar, want we zijn er 10 uur geweest, 10 uur lang. We hebben daar gestaan en nou ja, dus dat was wel... Even pittig. Dus ik ben nu heel moe. Dus ik ga nu snel... Ik kan niet eens meer praten. Ik ga nu snel slapen.
Want morgenochtend heb ik ook alweer rijles en daarna ook de hele middag werken. Dus moet ik wel weer een beetje opgeladen zijn. Dus ik zie jullie hopelijk in mijn volgende vlog.